Van harte welkom bij dit nieuwe weekjournaal. Het is nu ruim 1 week na de verkiezingen, maar ik kan wel zeggen dat het stikstof nog bepaald niet is neergedwarreld in Nederland. En de uitslag leverde voor de SGP hele mooie resultaten op, maar voor de coalitiepartijen zorgt het juist voor hoofdbrekens. Ja, dat werd direct al zichtbaar bij het allereerste debataanvraag na de verkiezingen. Jesse Klaver van GroenLinks stelde voor om te debatteren over deze uitslag. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie reageerden afhoudend. Vorige week waren de Provinciale Statenverkiezingen. Die Provinciale Staten die gaan op 30 mei ook de Eerste Kamer kiezen. Er wordt veel over gesproken, over wat die uitslag betekent. Ik hoorde verschillende coalitiepartijen ook over, verschillende ministers. En daarom denk ik dat het heel verstandig is om hier in de Tweede Kamer hier een duidingsdebat te hebben over wat deze uitslag betekent voor het land. Ik zie mevrouw Van der Plas staan. Hartelijke felicitaties met een enorme overwinning voor uw partij. En het betekent dat we echt met elkaar ook hier in deze plenaire zaal dat debat met elkaar moeten hebben. En niet alleen maar via de media moeten vernemen dat ministers allerlei ideeën hebben over hoe het beleid anders zou kunnen. Steun. Op dit moment geen steun voor een algemeen debat. Heer Van Weijenberg, D66. Ja, voorzitter, dat geldt ook voor D66. Dus op dit moment geen behoefte aan een plenaire debat. Dus wij zullen deze reflectie zeker doen, maar we zien nu geen meerwaarde voor dit debat. Net als alle andere oppositiepartijen was de SGP wel voor een plenair debat over deze uitslag. En Kees van der Staaij verwoordde dat als volgt. Voorzitter, ook van de kant van de SGP steun voor dit debat. Normaal hebben we ook de reflex, het gaat om statenverkiezingen en daar moet het debat plaatsvinden. Tegelijkertijd, er speelt ook volop landelijke thema's. De minister-president doet er zelf ook naar de media-uitingen over. Dus daarom vinden we terecht dat dit debat gevoerd wordt en steunen we het. Ja, je kunt wel mitsen en maren, het leuk vinden of niet, maar voor deze uitslag mag de coalitie niet weglopen. Vindt Kees van der Staaij, net als alle andere oppositiepartijen dus, die dat ook zeiden. En deze brede kritiek op de coalitie, dat leidde tot herbezinning bij VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. En toen Jesse Klaver op diezelfde dag een paar uur later opnieuw dezelfde debataanvraag deed, toen gebeurde dit. Voorzitter, dank. En ook dank aan de collega's voor deze extra regeling van werkzaamheden. Ik zou graag het verzoek willen doen om een debat te voeren over de duiding van de verkiezingsuitslag van vorige week. En dat debat in te plannen op 4 april aanstaande. En in de bijzijn van de minister-president en de vicepremiers. Dank u wel. Ik kijk even of iedereen zich daarin kan vinden. Ik heb zomaar een vermoeden. En het goede nieuws is, ik kan u ook allemaal weer vragen om naar de microfoon te lopen, maar volgens mij is er al veel uitgewisseld. Zullen we dat dan gewoon gaan doen? Volgens mij heeft u een meerderheid voor uw debat. Nou, na een valse start van de coalitiepartijen kwamen ze dus gelukkig toch nog tot inkeer. Beter ten halve gekeerd dan een hele gedwaald, zullen we maar zeggen. En op 4 april komt er alsnog een breed Kamerdebat over de verkiezingsuitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. En premier Rutte heeft ook de top van de coalitie bijeengeroepen voor een extra overleg over de geleden verkiezingsnederlaag. Ja, dan gaan we even iets meer inhoudelijk inzoomen op de verkiezingsuitslag. Partijen die een nuchter stikstofbeleid bepleiten behaalden mooie verkiezingsresultaten. De grote winnaar daarbij is natuurlijk BBB, maar ook de SGP behaalde mooie zetel- en stemmenwinst. We vroegen aan Roelof Bisschop wat het wat hem betreft betekent voor de plannen van het kabinet. Nou, ik denk dat je heel breed hierin een afkeuring kunt lezen van het rigide stikstofbeleid zoals dat in het coalitieakkoord is vastgelegd. Daar moeten we vanaf. En ik denk dat dit een hele nadrukkelijke oproep is in de richting van de huidige coalitie. Van mensen, snap nou dat je dit niet met drang en dwang en druk en dictaten kunt regelen, maar dat je in gesprek moet met betrokkenen. Ja, dat is eigenlijk precies de oproep die de SGP altijd al heeft geplaatst, vanaf het begin af aan en ook voor de verkiezingen. Met deze verkiezingsuitslag is dat wel een hele dikke streep eigenlijk daaronder. Denkt u dat het hiermee voldoende is aangekomen bij het kabinet? Bij sommige coalitiepartners absoluut. Eén uitzondering zie ik nog steeds. Die zit nog steeds in de fase van ontkenning dat er een probleem is in de zin van met de aanpak. En dat is D66. Ik vind het niet prettig om te zeggen, maar in dat opzicht is D66 een struikelblok om tot een transitie van de landbouw te komen.
Ja, u hoorde dus, D66 zit dus volgens Roelof Bisschop nog flink in de ontkenningsfase. En tijdens het Kamerdebat van 4 april gaan we hier ongetwijfeld nog meer over horen. Ja, dan gaan we naar iets heel anders, want steeds meer Nederlanders vinden het steeds moeilijker om iedere maand nog de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En daarom is Christoffer een brievenactie gestart, de actie Dure Tijden. En ja, wij spraken hem voor de camera van het SGP Weekjournaal om te vragen waarom. Nou, wij horen van heel veel mensen dat ze het financieel zwaar hebben. Dat het dure tijden zijn voor mensen. En wij dachten, ja, daar kun je dingen over aanhoren, maar je moet er ook wat mee. Dus daarom heb ik een brief geschreven in de krant, op de website, overal, zodat mensen dat kunnen zien. En we hebben mensen gevraagd om ons te schrijven over hoe hun situatie is. Ja, en hebben mensen daar ook een beetje op gereageerd? Ja, we hebben echt tientallen brieven gekregen al. Ik denk inmiddels een stuk of 50. De actie staat nog open, dus ik hoop dat nog veel mensen schrijven. Kunnen ze ook vinden op de website. En daar staat het ook, sgp.nl. Kun je ook vinden waar het naartoe kan. Dus ik hoop dat we nog meer brieven krijgen. En ja, dan krijgen we een nog veel beter inzicht in een moeilijke situatie van heel veel gezinnen zitten. Maar ook mensen die met pensioen zijn. Mensen die rond moeten komen van alleen een AOW. Ik had ook een brief van een boer die het heel moeilijk heeft. Dus ja, een hele brede range. Een ondernemer schreef me nog, ook over zijn werknemers, hoe die het allemaal hebben. En dat is ook bepaald niet altijd gemakkelijk. Dus ja, ik ben heel blij dat we dit allemaal krijgen. Ja, wat gaat u doen met al deze brieven? Wat kunt u daarmee? Nou, we hebben eigenlijk de afgelopen periode gezegd van, we gaan hier echt een stuk onderzoek op zetten. We hebben ook speciaal iemand aangetrokken die hier een stuk onderzoek naar doet. En het komende half jaar gaan we dat echt allemaal in kaart brengen, zodat we daar ook een aantal beleidsaanbevelingen kunnen doen om het voor gewone mensen in dit land net een tikkeltje beter te maken en ja, te zorgen dat ze dadelijk een financieel iets betere situatie krijgen dan die hele moeilijke situatie waar ze nu in zitten. Inmiddels hebben we dus al ruim 60 brieven binnen en de actie loopt nog steeds. Dus schroom niet, pak uw pen of uw toetsenbord en schrijf Christoffer een brief terug. Dat kan gaan over uw eigen situatie, maar het kan ook gaan over mooie initiatieven die u hebt gezien in uw eigen woonplaats of kerk. Wij kunnen alle ideeën en alle input heel goed gebruiken. Ga naar sgp.nl voor meer informatie. Dan gaan we naar het volgende onderwerp, want afgelopen donderdag debatteerde de Tweede Kamer over wonen en zorg voor ouderen. En namens de SGP sprak Kees van der Staaij daar en hij vroeg onder andere aandacht voor ouderenzorg op het platteland en mantelzorg. Wij maken ons zorgen over dat er steeds meer van mantelzorgers wordt gevraagd, terwijl een aantal afneemt. En ik zie eigenlijk nog weinig concreet werkende initiatieven om die mantelzorgers echt breed goed te ondersteunen. Tot slot nog vraag ik extra aandacht dat wat we eerder ook al deden voor de toekomst van de ouderenzorg in het landelijk gebied. In de zogenaamde krimpregio's knelt het meer dan in de steden. Ik deel de zorg van woningcorporaties dat zorggeschikte woningen straks lastig meer of soms niet meer in kleine dorpen gebouwd kunnen worden. Mensen moeten dan op hun oude dag dwongen verhuizen naar een andere omgeving. En mijn vraag is dan ook, hoe wil de minister verschraling van het woonzorgaanbod in dorpen voorkomen? Kees van der Staaij diende tijdens dat debat ook twee moties in. Eén motie ging over het beter ondersteunen van mantelzorgers. En de andere motie ging erover om te zorgen dat er in kleine dorpen en kernen in een landelijk gebied voldoende zorggeschikte woningen worden gebouwd. En het ziet ernaar uit dat beide moties aanstaande dinsdag tijdens de stemmingen zullen worden aangenomen. Ja, dan hebben we ook nog goed nieuws vanuit het Europees Parlement. Bert-Jan Ruijsen sprak zich daar al vaker uit tegen subsidies voor Palestijnse schoolboeken, omdat die schoolboeken ook antisemitisme bevatten. En de SGP is natuurlijk tegen subsidies voor jodenhaat. En een amendement van Bert-Jan Ruijsen hierover is afgelopen woensdag aangenomen. En daarmee is dat ook onderdeel geworden van het Europees begrotingsakkoord. En over dat aangepaste begrotingsakkoord wordt in mei gestemd door het Europees Parlement. Ja, dan sluiten we dit journaal af met een hele belangrijke vraag. Bent u al lid van de SGP? Voor maar minder dan €2,50 per maand steunt u ons werk. En u krijgt dan ook maandelijks ons partijblad De Banier thuisgestuurd. En voor elk lid dat de SGP heeft, krijgt de SGP ook €7 subsidie per jaar van de overheid. Dus ga snel naar onze website voor meer informatie en klik op de oranje button Word lid. Ruim 30.000 anderen gingen u daarbij voor, dus wees van harte welkom bij onze groeiende partij. Dan dank ik u voor het kijken. Waardeert u het? Vond je dit leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer ook op ons kanaal om niets te hoeven missen. Zet ook het belletje aan, zodat u een melding krijgt zodra we weer een nieuwe video plaatsen. Ja, volgende week hopen we er weer te zijn met een nieuw SGP Weekjournaal. Graag tot dan.